Mijn naam is Lizzie Gevers, mixed martial arts vechter, flyweight, dus min 57 kilo. En mijn volgende gevecht is in Duitsland bij GMC. We hebben natuurlijk corona gehad, maar ik heb deze periode echt gebruikt om mezelf te verbeteren, compleet te maken als vechter. Dus ja, ik voel me eigenlijk wel lekker. Ja, door corona is de finale van de Slovaakse kampioenschap een beetje uitgesteld. En zij zijn wel weer met een nieuwe ronde begonnen eigenlijk nu. Maar omdat de grenzen dicht zijn, kunnen wij daar nu niet naartoe. Dus ik heb wel nog nauw contact met de organisator om toch te kijken of we dadelijk eventueel het einde van het toernooi kunnen plannen en de finale kunnen spelen. Ja, eigenlijk hebben we heel de corona wel doorgetraind. En toen is er een tegenstander uitgevallen van mijn tegenstander, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk met het team een soort van eindtest gedaan. Door even echt 3 keer 5 minuten echt flink te sparren. En daar hield ik eigenlijk conditioneel vol. En toen hebben we gezegd, dan moeten we het gewoon doen. Dit is een mooie kans. En je wilt als vechter ook niet stil komen te staan. Echt gewoon weer even een meetmoment voor jezelf. Ik denk dat dat belangrijk is. En daarom hebben we het gedaan. Voorbereiden in de pandemie op dit toernooi was natuurlijk niet echt van toepassing. Omdat ik vorige week woensdag pas in de avond werd gebeld. Nou, het moment dat je dan op donderdag ja zegt, dan heb je eigenlijk nog alleen maar vrijdag, zaterdag om te trainen. Zondag is mijn rustdag. En maandag is het fight week. Dus ergens ook wel lekker, weet je wel. Normaal ga je altijd heel gespannen, misschien wel een traject van een paar maanden in. En nu heb je eigenlijk weinig tijd om na te denken, om te twijfelen. Je moet gewoon gaan, knop om en ja, let's go. Zoals we net al zeiden, weet ik dat mijn tegenstander op een clinic is geweest waar Germaine les gaf, een MMA-clinic. Ik was daar met Germaine om als trainingspartner aan de clinic mee te doen. En de grap is dat ik toen heel de les met mijn tegenstander getraind heb. Dus, en daar kwamen we echt pas later achter toen we eigenlijk al ja hadden gezegd, toen we haar gingen opzoeken. Ik weet dat ze een achtergrond heeft in taekwondo, dat ze houdt van grappelen. En dat vind ik eigenlijk prima. Mijn achtergrond is judo, dus ik hou er ook wel van om even te scramblen. Natuurlijk, ik heb niet voor niks al die tijd met Germaine, met Andy, met Saïd getraind. Maar plan B is altijd waar ik op kan terugvallen en dat is waar ik voor geboren ben. Ja, judo, ja. Ja, het is super, super tof om met zo'n goede groep te mogen trainen. En ik ga zaterdag met Dwen van Helvoort en Germaine de Randami die kant op. En ja, wat mij betreft is dat de koning van de grond. Dwen van Helvoort is gewoon een mega goede BJJ-coach. En met Germaine de Randami, ja, de queen of het kickboksen kunnen we wel zeggen. En ja, als je de voorrecht hebt om met dat soort mensen te mogen werken, ja, dat is super tof en daar kun je alleen maar van leren. En wat dat betreft ben ik een spons en wil ik zoveel mogelijk leren, mijn game aanvullen. En ja, het is gewoon, ik ben super dankbaar dat deze mensen mij die kans ook geven, ja. Nou ja, ik denk dat dit gevecht belangrijk is om te bepalen of ik pro ga of dat ik nog amateur blijf. Tegenwoordig moet alles snel, snel, snel. Ik ben van origine judoka, ik kickbox nu 3 jaar. Hoeveel kun je leren in 3 jaar? En ik wil gewoon, als ik daar sta, wil ik er klaar voor zijn. Ja, ik zie het gewoon lange termijn en al deze momenten zijn meetmomenten voor mij om te kijken waar ik sta. Of ik nog misschien iets bij moet leren of dat ik voldoende geleerd heb en die stap kan gaan maken. Nou ja, wat we kunnen verwachten van mij in dit gevecht is denk ik dat ik wel even wil laten zien wat ik heb geleerd staand. Maar ik zal zeker nooit, nooit, nooit mijn achtergrond vergeten. En dan zeg ik, ik ben en blijf een judoka. Dus als ik de kans krijg, dan pak ik je en dan gooi ik je. Ja, zeker. Mensen kunnen het gevecht volgen op het YouTube-kanaal van GMC. Daar wordt op vrijdag de weging live uitgezonden. En de stare-down. En op zaterdag vanaf 5 uur hebben zij live alle gevechten. Dus daar kan het helemaal gevolgd worden. Yes.